Nou, dit is het deze zomer. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn gelijknamige YouTube kanaal Larissa Bruin. Daar maak ik ook video's, heel vaak shoplogs, ook met Action. Check me vooral ook daar als je daar benieuwd naar bent. En doe natuurlijk voor deze video alvast je duimpje omhoog als je benieuwd bent naar wat we gaan doen. En vergeet ook niet om straks te abonneren op het kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dan ga ik jullie vertellen wat er hier voor me ligt. Dit zijn namelijk drie verschillende luxury bead boxes. Ofwel, dit zijn van die doosjes waar allerlei verschillende kralen in zitten. En het zijn drie verschillende. Ze kosten allemaal €3,99 per stuk. Dit is de roze variant. Dan is er ook eentje met wat meer zwarte en grijze kraaltjes. Er zit ook wat wit erbij. En dan is er nog deze box. Daarin zitten wat meer blauwe kleuren. Dus waar je maar van houdt. En dan heb ik helemaal nog niet gezegd wat we gaan doen. Maar volgens mij kan je het al raden. We gaan vandaag kralen. Dit is een DIY video waarin ik ga proberen om een leuke ketting te maken. En misschien ook wel een armband. Misschien nog wel een ander soort accessoire. Ik kijk eventjes waar ik allemaal op uitkom. En ik denk dat het vooral leuk is om de roze te gebruiken. Nu moet ik zeggen, het is ook wel echt een trend die op dit moment gaande is. Om van die kralenkettingjes te dragen. En die dan leuk te layeren met nog wat andere kettingen. Echt super cute dit. Want het lijkt eigenlijk op een soort van gereedschapskistje. Maar dan zitten dus allemaal van die leuke gekleurde kraaltjes in. En wat er ook meteen heel handig bij zit, is een tangetje. Die ga je ook echt wel nodig hebben. Sluitingjes. Ik weet niet of je die zo goed kunt zien. Maar die zitten er dus ook meteen bij. Eventuele bedeltjes. Die je aan je ketting of je armband kunt hangen. En natuurlijk verschillende draadjes. Dus daar kan je ook alle kanten mee op. Ik heb hier ook nog ringetjes. En ook knijpkraaltjes. Die heb je ook nodig om alles goed vast te zetten. Maar dat ga ik jullie zo uitleggen. Goed, daar gaan we dan. Voor de ketting die ik in gedachten heb, wil ik een dun draad gebruiken. Jullie zien het draad misschien niet al door even goed. Maar ik zal proberen om het zo dicht mogelijk bij de camera te doen. Het is in ieder geval een heel lang draad. En dat maakt helemaal niet uit. Want we kunnen straks natuurlijk altijd nog iets afknippen. Laten we gauw gaan beginnen met het rijgen. Ik ga voor een gezellig roze kettingtje. Daarvoor vind ik deze heel erg leuk. En ik begin gewoon met het rijgen. Ik doe er gewoon een aantal. Nou, dit ziet er al heel gezellig uit. Maar we willen natuurlijk nog veel meer kleur toevoegen. En nog leuker is het om straks een bloemetje toe te gaan voegen. Maar we gaan eerst nog wat extra kralen. Zo, ik gooi er ook wat grotere kralen tussen. Dan hebben we wat afwisseling. Nou, ben ik er van tevoren dus al een beetje mee bezig. Dat ik straks wel wil dat het een beetje symmetrisch is. En dat de ketting klopt van beide kanten. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se voor iedereen te gelden. Oké, helemaal leuk. Dan denk ik dat het tijd is voor het eerste bloemetje. En de bloem maak ik als volgt. Ik zorg er eerst voor dat ik voor een ander kleurtje ga. Ik ga in dit geval voor witte bloemetjes. En dan heb ik dus 6 witte kraaltjes nodig. Dat was 2, 3, 4, 5 en 6. En na het 6e kraaltje ga ik dan opnieuw met mijn draad door het eerste kraaltje. Wat er dan gebeurt is dat er een soort van rondje ontstaat. En dat lijkt eigenlijk al een klein beetje op een bloemetje. Nou, dan kan ik hem net zo ver doortrekken tot waar ik hem wil hebben ongeveer. Nou, ik wil natuurlijk ook een leuk kleurtje voor de binnenkant van mijn bloemetje. Dus ik ga voor een oranje kraaltje. Kijk, ook daar rijg ik mijn draad doorheen. Dat ziet er dan zo uit. En vervolgens ga ik door het derde kraaltje of het vierde kraaltje, maar in ieder geval ergens door het midden. En zo ontstaat dan mijn eerste bloemetje. Nou, dan doe ik weer een aantal van deze. Nou, en één bloemetje is natuurlijk ook maar zo weinig, dus ik ga er nog eentje maken. En kijk, we hebben weer een prachtig bloemetje.
Nou, zoals je ziet zit een soort van lijn in wat ik hier aan het doen ben. We hebben nu twee bloemetjes. Hier wat roze kraaltjes. En dan ga ik nu nog een bloemetje maken. En dan ga ik de andere kant op dezelfde manier afmaken. Zodat die echt compleet symmetrisch gaat worden. Maar nu is het eerst weer tijd voor een bloemetje. En kijk eens. Dit is hem zo far. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Want nu is het belangrijk dat we hier een uiteinde aan gaan maken. En dat die ook gesloten kan worden. Dan pak je een knijpkraaltje die hier op mijn vinger ligt. Die is super klein zoals je kan zien. En ook die rijg je hier doorheen. Kijk, daar gaat die. Die rijg je ook gewoon hier weer aan. Daarmee eindig je dus soort van de ketting. Vervolgens pak je ook een sluitingje. En ook die rijg je aan de ketting. Dan gaan we met de draad nogmaals door de knijpkraal heen. En dit trekken we dan echt goed aan, zodat die echt helemaal tegen het einde van je ketting aan zit. En vervolgens pak je het tangetje. Ja, die komt nu eindelijk van pas. En dan knijp je het knijpkraaltje, want die heet niet voor niets zo, helemaal dicht en strak aan. Zodat die helemaal plat wordt en het draad ook niet meer kan bewegen. En als dat gelukt is, dan is het handig om met je draad nog een keertje door een aantal van de kraaltjes heen te gaan. Gewoon voor de zekerheid. Kun je ook nog even extra voelen of alles wel echt goed vast zit en of het niet nog beweegt. Nou, volgens mij zit deze echt helemaal goed. En dan knip je het draad hier af. Kijk, dat is dan alvast deel 1. En dan gaan we naar de andere kant. Ook daar gebruiken we een knijptangetje. Maar eerst ga ik deze alvast ietsjes korter maken. Want anders dan heb ik veel te veel draad. Ook hier pak ik dan weer een knijpkraaltje. En dan pak ik ook nog eens zo'n roze kraaltje. Ik ga je straks uitleggen waarom we dat doen. Kijk, pak ik ook nog zo'n roze kraaltje. En dan ga ik nogmaals door het knijpkraaltje heen. Is een beetje een gepriegel hoor jongens, maar... Dat is natuurlijk ook het hele ding van kralen. Die halen we hier dan weer door. Nou, net als daarnet kun je het knijpkraaltje dan helemaal strak trekken. Helemaal, yes, zo. Het laatste beetje draad rijg ik dan weer door de laatste paar kraaltjes. Wel handig om het draad trouwens gewoon goed vast te houden wanneer je hem afknipt. Zodat hij niet verspringt of in je oog terecht komt of wat dan ook. Zeker met zo'n draad is dat best wel belangrijk. En dan gaan we aan de andere kant een ringetje plaatsen. Zo, ook daar is die tang weer heel erg handig voor. En die rijg je vervolgens door dat kraaltje die je er net extra aan hebt gezet. En voilà, je hebt aan de ene kant een sluitingje en aan de andere kant een ringetje. En bij elkaar maakt dat deze superleuke ketting, wat eigenlijk vooral een choker is geworden. Hoe leuk is dit? Dit is de ketting. Het staat me goed, of niet dan? Ik zeg trouwens ketting, maar het is meer een choker. Het is wel echt een kort modelletje. Nou, dit is het deze zomer. Dus ik hoop dat jullie het ook een hele leuke video vonden om te kijken. Ik vond het in ieder geval echt heel erg leuk om dit te maken. En ik ben ook blij met het resultaat. Laat me weten wat jij ervan vindt. En laat me vooral ook weten of je dit ook gaat proberen. Of dat je het misschien al eens hebt geprobeerd. En wie weet heb je dan nog tips die je met ons wilt delen. Doe dat even in de comments. Vergeet ook niet om je duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel.